Wat een prachtige dag. Zo heerlijk rustig. Volgens mij weet ik hoe dit komt. Om deze grap moet iedereen altijd lachen. Oh, was jij dat, Reggie? Had ik kunnen weten, jij brokkenmaker. Hé, hey, ik maak grappen, geen brokken. Vandaag is het anders wel zo, hoor. Raar, die grap slaat anders altijd wel aan. Gerrits aandrijfriem staat zeker iets te strak afgesteld. Het komt door jou, ja toch? Klopt helemaal, Paaltje. Die grap was van mij. Dat je dat nog moet vragen. Nog één zo'n grap van jou en je zit achter de tralies. Wat? Dus hou je gedijst, makker. Moet ik mijn gedijst houden? Wat is mijn gedijst dan? Wat het ook is, het klinkt ernstig. Zo zeg, dat was een fikse waarschuwing voor zo'n stomme touwtjesgrap. Als ik vandaag uit de cel wil blijven, moet ik me maar extra goed gedragen. Kom op, Reggie. Wie het eerst bij het stoplicht is. Weet je nog, Reggie? Geen brokken maken. Niet gaan racen. Yahoo! Ik win! Sorry, jongens. Ik probeer gewoon heel netjes en rustig te rijden. Reggie race monster netjes en rustig? Ha, wat een lachertje. Zeg eens eerlijk, Reggie. Is dit soms weer een van je bekende grappen, hè? Zo ja, dan is het net zo'n slechte grap als toen je vanochtend mijn ananastaartjes hebt gestolen. Ik? Ik heb geen taartjes gestolen. Huh, heb jij maar in mijn uitlaatgassen. Maar ik heb niks gedaan. Oh, de wielen van de raceauto gaan rond en rond. Rond en rond. Rond en... Als ik dit opruim, kan ik laten zien dat ik wel braaf bezig ben. Hé, hey, wat doet Reggie daar nou? Nou, hij raapt allerlei afval op van de straat en stopt het in de vuilnisbak. Jongen, die Reggie is echt een goede jongen, zeg. Zeg dat wel, ja. Wel, potverkaatje. Dat is nog erger dan dat bloemenperk dat je vanochtend vernield hebt. Wanda, dat heb ik niet gedaan. Ik zweer je dat ik het niet was. Niet liegen, Reggie. Ik zag dat jij het was. Nou ja, nooit gedacht dat ik zo slecht zou zijn in me goed gedragen. Ik weet nog steeds niet wat mijn gedijst is. Maar jongen, het lijkt me niet te lukken. Ik ga maar eens extra aardige dingen doen om het recht te zetten. Dat moet helpen. Wacht voor een goede daad. Huh? Een doekje over de regenplas, zodat de jonge dame verder kan rijden zonder vieze banden. Wat is er? Sorry, ik dacht dat Reggie de grapjas me nat zou spetteren. Nee, ik ben de nieuwe Reggie. Geen trucjes, geen grapjes en geen gedijst. Oh, nou, super bedankt dan. Oh, ik wist het. Een gemene truc. Net als die verf die je tegen het stadhuis hebt gesmeten. Wat? Ik heb helemaal niks gedaan. Dat zweer ik op mijn moeders carburateur. Met liegen maak je het alleen maar erger, Reggie. Jongen, dit keer zit je tot je wieldoppen in de penari. Misschien moet ik eens met Paaltje en Bella praten en vertellen wat hier aan de hand is. Oh, waarom zou ik moeite doen? Ze geloven me toch niet. Sorry. Geen probleem. Het is alleen... Wat? Grapje. Mijn neef Max? Kom terug, jij valsspeler. Waar is die nou? Je kunt me niet inhalen, want ik ben jou.
Oh, ik krijg je wel, hoor. Maar eerst even op adem komen. Wauw! Kijk uit waar je rijdt! Zag je dat, Reggie? Reggie reed me bijna omver. Wie? Luister dan, Reggie. Dat was Reggie. Oh, wacht. Hoe kan jij hier nu staan te praten, terwijl je me net op de hoek omver wilde rijden? Omdat ik dat helemaal niet was, Ollie. Dat was mijn stomme neef Max. Hij is die grapjas die me de hele dag al in problemen brengt. Ah, nou, reken maar dat Paultje dat nooit zal geloven. Jawel, als we die gemene, geniepige grapjas te grazen nemen. Wil je helpen? Tuurlijk, joh. Maar hoe gaan we hem vangen? Nou, een grapjas kun je natuurlijk het beste vangen met een goede grap. Kom mee. Ahem. Nou, luister goed, Reggie. De burgemeester heeft een hele grote zending stuiterballen gekregen voor zijn stuiterfeestje. Laat me niet merken dat je die omver gooit, zodat ze overal heen stuiteren. Braaf zijn, of ik ga direct naar Paultje. Begrepen? Ahem, zeker weten. Ik ga vandaag mijn gedijst wel houden, hoor. Dit wordt lachen, gieren, brullen. Met de noodhulpdienst? Ja? Juist, ja. Ja, over en uit. Luister goed. Zo te horen is de grappenmaker weer flink aan het dollen op het marktplein. Ga er maar gauw naartoe met z'n tweeën, want het is... Tijd voor actie! Pak aan, stuiterballen. Huh? Hey, kom terug, jullie. Auw, mijn laklaag. Laat mij maar. Hebbes, jij gaat de cel in. Ik had je gewaarschuwd, Reggie Race Monster. Dat is Reggie niet. Hoorde ik daar mijn naam? Die oude truc met de mand goedkope stuiterballen aan een touwtje zorgt altijd weer voor dolle pret. Bij mij tenminste wel. Hè? Reggie? Wie is dat dan? Dat is mijn neefje, maffe Max. Vertel het zelf maar even, Max. Had je nou je gedijst maar gehouden? Wacht, ik snap hem. Je gedijst houden. Hij lijkt precies op jou, Reggie. Mijn vlammen zijn veel cooler. Dat zullen we wel eens zien. Dus jij bent die skurk die vanochtend mijn eerlijke taartjes heeft afgepikt. En het stadhuis heeft beklad. En het bloemenperk heeft vernield. Waarom haalde je al die vreselijke grappen uit? Nou ja, als Reggie dat doet, moet iedereen enorm lachen. Maar Max, ik maak grappen die echt grappig zijn. Jouw grappen zijn kwetsend en een beetje gemeen. Klopt. Sorry dat ik je beschuldigde, Reggie. Het spijt mij ook, Reggie. Dat ik betrapt ben. Tot ziens, sukkels. Die Max. Ik heb wel medelijden. Hij heeft nooit echte vrienden gehad. Hij weet gewoon niet hoe het moet. Hopelijk kunnen we hem nog eens duidelijk maken dat hij ook met goed gedrag aandacht krijgt. Als hij maar aardig doet. Reggie, het spijt ons dat we jou steeds de schuld gaven. Hier, een cadeautje voor jou. Bedankt, Sylvie. Dat is pas een goeie grap. Zo. Eindelijk klaar. Achoo! Klaar. Tralilalilou, tralilalili, tralilalilalilou. Hé, hey, hoe is het, Peter Post? Achoo! Het houdt niet over, Ollie. Ik heb kou gevat. Mijn achoo! Luchtfilter zit helemaal verstopt. En ik begin al te laat aan mijn ronde. Ronde? Je moet uitrusten, niet werken. Een postbode heeft nooit rust. Iedereen verwacht van me dat ik altijd alles bezorg. En keurig op tijd. Hatsjoe! Oh, was er maar iemand die het eens van me kon overnemen. Oh, maar wacht. Ik kan het toch gewoon bezorgen? Jij? Ik weet het niet hoor, Ollie. Wat kan er nou misgaan? Oh, nou oké. Als je alles in de goede volgorde in de kar legt, dan kan er niks misgaan. Kinderspel. En als het door elkaar raakt, de namen staan erop. Maak je nou geen zorgen, het komt goed.
Bedankt, hè, Olly. Je bent ge... Achoo! Weldig. Tralilaliloo. Tralilaliloo. Wow. Woe. Wow, een spin. Oh, nou is het nat. Zo, weer op orde. Toch? Denk ik. Echt wel. Ai, dit is echt onleesbaar. Ach, nou ja, het ligt allemaal op volgorde. Olly Postkraai komt eraan. Is het de eerste keer dat je op reis gaat? Vind je het eng? Ja, maar vooral spannend. Ik heb een brief geschreven naar tante Betty om te zeggen dat ik vandaag kom. Als die brief er op tijd is, komt ze me wel ophalen. Zolang Peter de post bezorgt, weet je zeker dat de post netjes op tijd is. Kom op, Bonnie, stap maar in. Morgen, burgemeester. Hier is de postkraai. Olly, is Peter post vrij vandaag? Ja, hij is ziek, dus ik help met bezorgen. En het gaat me bijzonder goed af, al zeg ik het zelf. Let op, kijk maar eens eventjes. Dit is voor u. En deze ook. Fijne dag. Bedankt. En jij ook. Een brief. En slingers. Ik kom vandaag op bezoek. Het wordt vast leuk. Wat? Oh, er komt iemand op bezoek vandaag. Vast een heel belangrijk iemand. Nou, en dan staat me maar één ding te doen. Een feest organiseren. Hoera! Hoi, Betty. Je charmante en efficiënte postkraai staat tot je dienst. Breng jij de post vandaag? Wat leuk, zeg. En heb je iets voor me? Eens even kijken. Wat dacht je hiervan? Dat is het, hoop ik. Oh, dat moet de plantenvoeding zijn. Perfect. De burgemeester heeft net bloemen besteld voor het stadhuis voor vanavond. Voor het feest. Ik heb er zo'n zin in. Ik ken namelijk net een nieuwe danspas. De Vroom Vroom Klik. Haha, vet! Heftig! Daar moet ik bij zijn. Tot straks, Betty. Vroom Vroom Klik, tja tja tja. Vroom Vroom Klik, tja tja tja. Vroom Vroom. We zijn er. Waar is tante Betty? Zou ze mijn brief wel hebben gehad? Ze komt er vast zo aan. Wacht hier, nergens heen gaan tot tante Betty er is. Ik moet verder. Okido, bedankt voor het brengen. Ik wacht hier wel. Tralilalili, yahoo! Wie is er beter dan ik? Ik ben de beste postbode die er ooit heeft bestaan. Helemaal leeg. Ik ben klaar. Wauw, ik ben beter dan ik dacht. En nu snel terug naar Peter Post. Die zal wel blij zijn. Waar is tante Betty? Dit gaat me echt veel te lang duren. Wacht, ik ga gewoon naar haar huis toe. Dat kan toch niet moeilijk zijn? Kijk nou eens. Kom dan, poesje. Wauw. Sorry, mijn schuld. Nog, ik hoop dat Peter Post snel met het afzetlint komt. Ik kan dit gat toch niet zo achterlaten. Straks valt er iemand in. Maar ik heb zo'n honger. Ik moet echt gaan lunchen. Ach, ik kan wel eventjes weg voor een snack. Ik ben echt zo weer terug. Dag, kleine bij. Auw! Pardon. Wauw, kijk nou eens. Auw! Help! De burgemeester geeft een feest. Hij heeft een grote beroemdheid te gast. Klinkt spannend. Misschien is het een filmster. Noodhulpcentrale. Ja, ik begrijp het. Over en uit. Luister, Bonnie schijnt in een gat gevallen te zijn op de bouwplaats. Om het gat heen stond geen afzetlint. Oh nee toch, dat arme kind. Dan moet Sam de sleepwagen maar mee. Ja,
Ga maar snel. Het is tijd voor actie! Gaat het al beter? Ja, dank je. Ik had gewoon wat rust nodig. Het is soms zo gestresst om alles goed bezorgd te krijgen. Stress? Het was een makkie! Oeps. Hé, er is een feestje bij de burgemeester. Ga je mee? Bonnie, gaat het? Ja, maar ik kom er niet uit. Wacht maar. Sam zal je helpen. Komt goed, hoor. Dank je. Hoe ben je hier eigenlijk beland? En ben je helemaal alleen? Ja, ik had tante Betty geschreven dat ik zou komen. Maar ze kwam me niet ophalen. Toen ben ik alleen gegaan. Wat is hier aan de hand? We hebben net Bonnie uit dit gat gehaald. Je kunt zo'n gat toch niet onbewaakt laten? Och, nou zie je. Ik verwachtte een zending afzetlint bij de post, maar die kwam niet. Ach, ik had dat gat nooit zo achter moeten laten. Sorry, ik wilde alleen maar even wat eten. Gelukkig liep het goed af. Kom, we brengen haar naar Betty. Oh, hey, laat dat, jongen. Dat is wel een heel levendig boeket, zeg. Hey, Betty, hoe is het? Best, behalve dan dat de postbode geen plantenvoeding heeft gebracht, maar krokodillenvitamine. Oh, Bonnie, wat doe jij hier? We hebben haar uit het gat geholpen. Ze had je een brief gestuurd, maar die heb je zeker niet gekregen. Nee, maar aangezien Olly Ongeluk vandaag de post heeft bezorgd, verbaast me dat helemaal niets. Olly Ongeluk? Oh, dat verklaart alles. Daarom heeft Gerrit ook zijn afzetlint niet gekregen. Ik was net op weg naar het feest in het stadhuis. Maar de burgemeester zal wel raar opkijken van die bloemen. Gaan jullie mee? Dat is raar. Die slingers lekken wel afzetlint. Oh, weet je dat? Ze zaten bij de post vandaag. Zei u de post? Want daar waren vandaag wel meer problemen mee. Wat? Heb ik dan de verkeerde post opengemaakt? En er komt geen speciale gast? En ik dan? Ik ben toch gekomen? Oh, maar dat is werkelijk geweldig. Dan ben jij mijn speciale gast. Welkom, speciale gast. Goh, ik dacht dat ik alles goed bezorgd had. Maar hoeveel keer is het dan wel goed gegaan? Even zien, 5 onthouden. Geen 1. Ik ben dus echt een hele slechte postbode. Het geeft niet. Eind goed al goed. Als jij de post niet verwisseld had, was er ook geen feest geweest. Dat is waar. Ik ben misschien een slechte postbode, maar ik kan heel goed feestjes plannen. En heel goed dansen. Vroom, vroom, klik, jongens. Oh, het zal zo wonderschoon worden. Wat is dat, burgemeester? Heb je het nog niet gehoord? Oh nee, ik heb het nog niemand verteld. Hier komt een standbeeld van de stichter van onze stad, Karel Karos, op te staan. En vanavond is er een heel groot onthullingsfeest met mini-donuts. Nou, oké. Ha, Sammy! Precies de wagen die ik nodig heb. Wil jij naar de naburige stad rijden om het standbeeld voor me op te halen? En rij alsjeblieft zo snel als je kan, want het hele feest, ik bedoel de hele stad, rekent op jou. Dus ga maar snel. Misschien moet hij niet te snel rijden. Het moet namelijk wel veilig blijven. Ja, rustig aan. Als je maar wel heel snel gaat. Dit is een spoedgeval. Als u het zegt, burgemeester. Burgemeester, weet u zeker dat het veilig... Oh, de mini-donuts... Ik moet naar Benny, nu meteen. Oké, ik ga meteen onderweg. Ha, Benny, ik wil 60 mini-donuts, 25 met jam en de rest geglaceerd. Maar meneer de burgemeester, dat is 75. Nou, doe er dan maar 100. Oh, maar kijk, die taartjes is... 20. Nee, 60. In plaats van donuts? Oh, mini-kruimgebakjes. Wat een juweeltjes. Als ik er daar nou eens 1000 van neem. Dus wat wordt het? Donuts, taartjes of kruimgebak? Als je me nou mini-stroopmuffins... Ja. Maar ja wat? Nou goed, ik moet gaan. En denk erom, dit is een spoedopdracht. Dat was zo verwarrend. Een beetje naar links.
Nu naar rechts. Dan moeten we natuurlijk ook nog muziek hebben voor ons grote Karel Karels feest. Muziek? Oh, ik zou dolgraag een lied willen zingen voor Karel Karels. Ik zing echt zo zoet gevoiced. Oh, Karel Karels. Oh, oh, oh. Kijk eens aan, burgemeester. Ik heb echt nog nooit zo hard gereden. Wat zit daaronder? Dat is het standbeeld van Karel Karos. Maar dat mag ik niet vertellen, zelfs niet aan jou. Het is namelijk de verrassing vanavond op het feest. Maar u heeft het me net verteld, burgemeester. Oh, ik ben echt heel slecht in geheimen bewaren. Voilà! Maar dit is niet Karel Karos. Dit is duidelijk een vrouw. Sam, dit is het verkeerde standbeeld. Het spijt me. Ik had ook zo'n haast. Ik had mijn hoofd er gewoon niet bij. Dit standbeeld is van een andere stad. Dit is hun stichtster, Christina Kruk als standwiel. Christina Kruk als standwiel? Gaat u het feest nu afzeggen? Wat? Wel, nee. Ik stel mijn publiek niet teleur. Die standbeelden moeten snel omgeruild worden. Maar hoe? Aha, dat is het. Reggie Racemonster, kom eens even hier. Ik heb je nodig. Jij wordt de coach van Sammy en leert hem racen. Echt heel hard. Waarom? Hij moet dit standbeeld voor me terugbrengen en het standbeeld van Karos halen voor het feest begint. Maar ik vind het niet fijn om zo hard te rijden. Straks raak ik oververhit. Rustig maar, Sammy. Ik ben de beste coach van de stad. Karre maar! Rij als een raceauto, Sammy. Dan kan ons feest toch nog doorgaan. Kom op, Sammy. Start je motor maar. Kom op, Sammy. Harder. Je kunt het wel. Zie je die slak daar? Ja. Dat is dus niet goed. Alles moet één grote waas worden. Dan weet je dat je echt hard rijdt. Oké. Goed dan. Kijk, dat bedoel ik. Heel goed. Hé, hey, dit is best fijn. Woehoe. Oh ja, echt te gek. Ik ben een racetruck. Yeeha. Nou, doe die slak maar de groeten van me. Hé, hey, wacht op mij. We zijn er. Goed zo, Sammy. We ruilen dat standbeeld om en dan gaan we weer. Klaar. Kom mee! Dit voelt toch niet echt veilig, Reggie? Zullen we wat vaart minderen? Maar we hebben haast. Wie het eerst door de tunnel is. Oké, goed dan. Ik heb je in de pan geraakt, ouwe jongen. Sammy, waar ben je nou? Reggie, ik zit klem! Noodhulpcentrale? Ja? Ik begrijp het hoor, over en uit. Luister, Sam zit vast in de tunnel tussen hier en de stad verderop. Uh-oh, dat is niet best. Nee, ga er maar snel op af, helden, want het is... Tijd voor actie! Hallo, Sam? Ik ben hier. Het is mijn eigen schuld. Ik reed gewoon te hard. Nu ben ik natuurlijk nooit op tijd voor het feest. Dat gaat zo niet. We moeten iets anders verzinnen. Ik ben kapot. Oh, ik ben ook een waardeloze sleepwagen. Dat ik zo'n simpele klus als dit verpest. Jij kunt hier niks aan doen, Sam. Ga maar na. Jij wilde je helemaal niet zo haasten. De burgemeester drong zo aan. Je volgde gewoon een bevel op. Misschien, maar ik voel me nu wel heel klein. Klein? Wacht eens even. Als het ons zou lukken om Sammy een beetje kleiner te maken, dan past hij misschien wel door de tunnel. Ik heb het. Sammy, laat eens wat lucht uit je banden, want dan ben je een stuk minder hoog. Wat slim! Ik probeer het.
Ja! Nu kan ik er doorheen. En het standbeeld is nog heel ook. Vlug naar het feest toe. Maar deze keer rijd ik wel op mijn normale snelheid. Dan kom ik maar te laat. Feestje! 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 Ja, rustig aan. We moeten wachten op... daar zijn ze. Hoera! Kijk, echt perfect. Yes! Mooi werk, Sam. Ja, het is je gelukt, Sammy. Het spijt me dat ik je zo heb opgejaagd. Ik heb je echt in de problemen gebracht. Dank u, burgemeester. En als iemand me nog eens vraagt iets te doen wat niet echt veilig voelt, moet ik dapper zijn en beleefd weigeren. De burgemeester iets weigeren? Dat is ongepast. Maar waarschijnlijk in veel gevallen wel verstandig. Het is tijd voor een liedje. Karel, Karels, je brengt ons veel geluk. Karel, Karels, voor ons kun je niet sterven. Nou ja, of misschien toch wel. Oh, nee. Het spijt me vreselijk, maar het lijkt erop dat het feest moet worden afgelast. Het standbeeld moet gerepareerd. Oh. We gaan het naar volgende week verzetten. Ja! En intussen is het de hoogste tijd voor een feestafgelastingsfeestje. En dat begint nu. Er kunnen mij nooit genoeg feestjes zijn. Zeg, is er nog een mini-muffin voor mij?